Ja, goeiedag. Heerlijk geslapen. Ik hoop jullie ook. Ik slaap de laatste tijd altijd wel best goed, moet ik zeggen. Dat gun je natuurlijk iedereen. Mensen, luister. Het is vandaag dodenherdenking. En morgen vieren we onze vrijheid. Maar wat voor vrijheid is dat dan? Ja? In ons land, Nederland. Ik ben opgegroeid in dit land. Kenden wij, luister goed, vrijheid. Ja, toen ik een kleine jongen was, zaten we nog niet opgesloten in onze huizen met onze camerasystemen en luxe alarmsystemen, rolluiken. Nee, wij kwamen gewoon nog via de achterdeur als we iemand nodig hadden. Ja, als onze fiets gestolen werd, gingen we naar de politie. En die zorgde dat onze fiets terugkwam. Ja, het is veel veranderd in dit land. We zijn niet vrij, mensen. We zitten allemaal opgesloten in die bunkers van ons. Ja? We weten niet meer wat de buurman doet. Het is niet vrij. De media bepaalt dat jij weet wat de buurman doet. En als het een Marokkaan is, is het een crimineel. Ja? Als het een asielzoeker is, is het een verkrachter. Ja? Maar zo is het niet. Dat is niet de realiteit. Kijk, je eigen geest en je eigen denkvermogen bepaalt wat vrijheid is, mensen. Vrijheid zit hier. Ja? We hebben een vrijheid van meningsuiting, denken we. Bullshit. Het enige wat vrij is in dit land, is je eigen gedachte. Ja, daar kan niemand aankomen. Maar ook daar proberen ze aan te komen. Aan je eigen gedachte. En dat laten wij niet toe, mensen. Echt niet. Want alles kan kapot, behalve onze eigen vrije gedachten. Ja, vrijheid. De politie in Nederland komt tegenwoordig pas als je of beroofd bent of vermoord. Ja, de politie in Nederland dempt de put als de kalf verdronken is. Wat hebben we eraan, mensen? Ja, de jongens zijn te druk met het beroven van hardwerkende mensen. Verder wil ik nog één ding zeggen. Ik ben niet negatief over onze vrijheid. Ik geloof er nog in. Ja? Zolang de mensen een beetje voor hunzelf blijven denken. En toch die vrijheid van geest behouden. Zoals ik en velen met mij. Dan komt het allemaal goed. En dan hebben we het recht om morgen onze vrijheid te vieren. Maar vier het met een gezonde gedachte. Met een vrije geest. Mensen, ik wens jullie een fijne dag. Dit was even een heel serieus stukje, want ik heb er even goed over na zitten denken. Ik ga even lekker trainen, ik ga even alles kapot maken, want die vrijheid heb ik wel. Heel veel mensen in Nederland op dit moment niet, met die fascistische coronaregeltjes. Mensen, maken er een mooie dag van, ik hou van jullie. Oes!